Niet te ingewikkeld en betaalbaar. Daarvoor kunnen we altijd op Dacia rekenen. Zoals met deze jogger, een gezinswagen voor zeven. Je kan deze test ook nalezen in ons magazine of op autogids.be. Steven, hebben ze bij Dacia misschien wat Volvo-achterlichten gerecycleerd of zo? Zou dat denken, hè? Dat lijkt er nogal op, hè? Het is keihard. Ja. Achteraan kan je niet ontkennen dat je daar de vorige XC90 zeer hard in ziet. Maar het is wel degelijk een Dacia, want kom maar eens mee. Hier vooraan, ja, kan je niet naast kijken, hè? Dat is de Sandero, hè? Dat is de Sandero, ja. Het is de Sandero tot hier. Tot aan de B-stijl Sandero. Vanaf dan is het een heel andere auto. Ah ja, vandaar die knik hier in de... Die knik zit erin omdat Dacia de achterinstap makkelijker wilde maken. Ja, en dat ging dan niet met de deur van de Sandero. Dus vandaar hebben ze hier 4 centimeter aan toegevoegd, zodat je een iets hogere deuropening kreeg. Ja. We hebben dat trouwens nog gezien, hè. Ze zijn niet de eerste die dat doen. Ik weet niet of je de vorige 2008 nog herinnert. Peugeot, hè? Ja. Je had exact hetzelfde idee, alleen bleek die grotere deur zodanig lelijk dat ze uiteindelijk toch voor een gewone deur hebben gekozen. En dan daarom zit nu, bij de vorige 2008, zit daar zo'n een strip over. Okay. Dus maar bij Dacia hebben ze effectief de hogere deur gehouden. Ja, maar hij is toch wel een stuk groter dan een Sandero, denk ik. Hè? Ja. Hij deelt wel zijn technische basis, dus hetzelfde platform, CMFB, net als van de nieuwe Clio en de Captur trouwens. Maar hij is een heel pak groter, dus hij is 4,55 meter. Hij is 1,69 meter groot. En hij heeft een wielbasis van 2,9 meter. En dat leunt eerder aan bij de mate van de Logi. Ja, want hoe ziet dat eigenlijk, Jasim Kaur? Dit is de opvolger van de Logi. Ja, maar ook van de Logan MCV en van de Dokker. Dus de Jogger moet eigenlijk 3 Dacia-modellen vervangen. Ja, oké. Dus vandaar ook een nieuwe naam om geen link te leggen met andere. Dus eigenlijk is hij een beetje bestelwagen, brek en monovolume in elkaar. Ja. Zo zou het kunnen staan. Het is een beetje een kruising die we nog niet eerder gezien hebben. Hè? Toch bij Dacia niet, nee. Nee. Dus het is ook, je kan hem krijgen als 7-zitter, zeg maar. Ah ja, oké. Zeg, en die... Is dat hetzelfde als bij de Sandero, die dakrails die je zo kan opdraaien? Ja, dus die gaan hier open en dan heb je 2 vijstjes die je omhoog draaien. Maar mochten de mensen thuis graag zien hoe wij dan precies die dakrails legt, moeten ze maar even de video checken van de Dacia Sandero. Daar staat het in uitleg. Of daar wordt het getoond. Kan 80 kilo dragen en we gaan straks in de koffer zien dat je dat waarschijnlijk wel gaat nodig hebben, een dakkoffer. Maar dat is voor straks. Prima. Oké, dus ik veronderstel dat we kunnen kiezen tussen een kleine benzine en een bescheiden dieseltje? Tussen een kleine benzine daar tussen kan je kiezen, ja. De diesel wordt niet meer aangeboden. Oké. Wat Dacia in ruil aanbiedt, is zoals hier een LPG-installatie. En voor de kritische kijker thuis, we weten het, we staan in een ondergrondse parking, dat mag eigenlijk niet. Maar technisch gezien zijn we ook niet aan het parkeren, we zijn aan het filmen, dus... Inderdaad. We kijken het ene keer door de vingers, dus maar er is een LPG, dat is hier. En dat is in essentie dezelfde 1 liter 3 cilinder die je krijgt als je zou kiezen voor de gewone benzine, want die is er ook nog. De gewone benzine, dat is de TCE, die heeft 110 pk en hier heb je 100 pk. Okay. Als je op LPG rijdt, want rij je gewoon op benzine, stel dat je LPG-tank leeg is, dan is het maar 90 pk. Okay. Dus het zijn bescheiden motoren met een bescheiden vermogen. Ja. En kan ik hem in een automaat krijgen of is het altijd zelf schakelen? Voorlopig enkel... manuele bak, maar volgend jaar gaat Dacia ook het hybride systeem overnemen dat momenteel in de Captur en de Clio draait. Ah ja. Dus de permanente hybride. En dan krijg je ook... Zelfopladende hybride, ja. Dan krijg je ook een automaat in de Jogger. Maar dat is nog minstens een jaar wachten. Ja. Hier van binnen doet het mij ook wel aan de Sandero denken. Dat kan zeer goed zijn, gezien het van binnen ook de Sandero is. Ja, ze hebben het gewoon overgenomen. Het is kostenbesparing, dus waarom
drie keer of twee keer een dashboard maken als je het gewoon copy-paste erin kan steken. Er is wel wat werk gemaakt, moet ik zeggen, om er extra frivoliteit in te steken. Dat stofje hier bijvoorbeeld en de zilverkleurige afwerking. Maar dat krijg je wel maar pas vanaf het comfort, het tweede uitvoeringsniveau. Ah ja. En dan heb je ook eerst gewoon hardplastic. Hardplastic. Dat is wel, dat zit echt wel overal. Hè? Hardplastic, dat is typisch. Het moet er maar in zitten. Hè? Ja. De kostenbesparing. Dus het is allemaal harde plastic die er dan hierdoor wat fleuriger uitziet, zeg maar. Ja, en kijk naar de comfortuitrusting. Dat is ook allemaal basic. Ik bedoel, een manuele airco op een zevenzitter van dit formaat. Waar heb je dat nog gezien? Ik denk niet dat dat nog bestaat, hè. Een automatische airco kan je trouwens wel krijgen als optie. Hè? Mm-hmm. Dan ga je naar de extreme topuitvoering, dan zit je daar zelfs standaard in en dan krijg je ook een handenvrije startkaart en zo. Maar het is echt allemaal zeer basic van uitrusting. En vandaar dat het navigatiesysteem kost €420 extra, dat ik niet goed inzie waarom dat je die opleg zou doen. Mm-hmm. Dat scherm krijg je namelijk mee als je het comfortniveau zou bestellen, krijg je standaard mee. Die telefoonhouder ook. Hier zit een USB-stekker waarmee je Android Auto of Apple CarPlay kan activeren op dit scherm. Dus het lijkt mij compleet nutteloos om dan nog eens €420 te gaan uitgeven voor navigatie. Ja. Dat is compleet tegen de filosofie eigenlijk van Dacia. Als je dit hebt, hang je gewoon je telefoon en je doet mij op CarPlay. Ja. Of je laat het gewoon zelf op je telefoon lopen. Ja, kan dat uitstekend. Ja. En de tellers zijn ook, dat zien we niet vaak meer, hè? Gewoon klassieke wijzerplaat. Ja. Enkel in het midden heb je nog een digitaal metertje. Dus, maar ik zei het, ja. Daar draait het bij de jogger niet om. Hè. Het gaat om basisvervoer en praktisch gemak. En dan heb je natuurlijk, als je achter jou kijkt, drie volwaardige zitplekken. Die weliswaar niet verschuifbaar zijn. De achterbank is niet verschuifbaar. Je kan ze wel opklappen. Wat maakt dat hele lange mensen achter hele lange mensen. Ik ben nu maar 1,80 meter, dus dat valt wel. Maar mocht ik iets langer zijn, dan moet je daar wel een beetje schipperen. Ja, oké. Okay. Maar voor de rest, ja. Ik zie er wel, er komt er een gordel uit het dak. Dat is heel goed gespot en dan heb je meteen ook het grootste nadeel, of praktische nadeel, vind ik, van de Dacia Jogger. Dat is dat als je op de middelste plek zit, dat je gordelpunt helemaal achteraan hangt, dat je dat helemaal tot bij jou moet trekken, dat is één. En ten tweede, je passeert ook de passagiers achter in de koffer. Dus die zitten constant met jouw gordel eigenlijk naast hun hoofd. Dat is gek. Ja, dat is gek en ik snap helemaal niet waar Dacia aan dacht toen ze dat gordelpunt daar bevestigden. Want je zou nu kunnen zeggen, ja, dit is een vijfzitter. Het heeft geen effect voor de passagiers achteraan, dat klopt. Maar dat gordelpunt hangt daar ook als je zeven zetels hebt. Ja, of zeven zitplaatsen. Zullen we eens naar de koffer gaan kijken? Doen we. Ja, dat is toch wel een serieuze koffer precies. 774 meter. Hmm. Daar kan je al een keer iets mee doen. Hè. Ja, maar dus, dit is de vijfzitter. Ja, ja. Hoe zit dat normaal gezien in elkaar als je zeven zitplaatsen hebt? Die zitten in de vloer? Of? Die zitten niet in de vloer. Die staan er eigenlijk op. En dat heeft twee consequenties. Eén, dus je kan ze niet wegklappen in de vloer. Dus je blijft altijd met die zetels zitten. Mm-hmm. Wat maakt dat het volume verkleint naar 654 liter? Het feit dat de bevestigingspunten van de zetels er altijd zijn. Dus je kan die zeteltjes er wel uithalen. Hè. Die wegen 10 kilo het stuk. Ah, ja. Dus die kan je eruit halen. Die hebben ook een aparte hoes. Dus die kan je dan bijvoorbeeld in de garage zetten. Wat natuurlijk wel maakt dat je altijd goed moet nadenken: heb ik 7 zitplaatsen nodig of niet? Ja. Goed. Stel dat je eruit haalt, dan heb je 654 liter. Staan die zeteltjes recht, is het maar 160 liter niet meer. Dan heb je eigenlijk hier enkel nog een gleufje. Bijkomend nadeel met de LPG. De plek van de reservewiel is ingenomen door de 40 liter gastank die je daarvoor nodig hebt, die hier normaal gezien onder zit. Okay. Dus bij de benzine heb je daar nog extra ruimte voor eventueel een reservewiel. Dus, maar ja, goed. Het is heel groot. Hè. En bovendien, die achterbank kan je wegklappen. En dan heb je 1800 liter, denk ik, aan bagageruimte. Oh ja. Wel rekening houden, je hebt nooit een volledig vlakke laadvloer. Nee. Dus je zit altijd met die... Maar qua plek en qua gemak van inladen, want de laaddrempel is ook vrij laag, is het zeer praktisch. Ja, dus eigenlijk zitten we hier in een serieus opgetuigde Sandero. Hè? Yep. Hoe voelt dat dan? Beter eigenlijk. Ja,
door het feit dat hij een langere wielbasis heeft, veel langere wielbasis heeft, is het nog een stuk stabieler eigenlijk dan de Sandero. Voor de rest is het plus minus wel uitwisselbaar. Hè. Dus, het is correct, maar ook niet meer dan dat. Dus verwacht niet dat de jogger, dat je daar dan eens mee kunt gaan joggen. Hè. Het is niks sportief aan. De stuurbekrachting is te licht, de schakelwegen zijn te lang. Hij is ook niet overdreven comfortabel. Nee, even op de passagiersstoel voel ik zowel dat de filtering die van een stadswagentje is. Hè? Dus gevoel ligt wel dat hij op dat CMFB-platform, wat eigenlijk een stadswagenplatform is inderdaad, dat hij daarop verder bouwt. Gelukkig wordt dat wel gecounterd door het feit dat hij 20 centimeter bodemvrijheid heeft, waardoor hij eigenlijk vrij lange veerwegen hebt. 1. En 2, hij heeft 16 duimers met hele hoge flanken, die ook heel veel opvangen. Okay. Dus dat is eigenlijk een geluk bij een ongeluk, zou je kunnen zeggen. Dus algemeen gezien is het eigenlijk best wel aanvaardbaar. En het valt ook op, we rijden nu wel aan stadsnelheden, maar als je ook op snelheid, dus op de snelweg zou gaan rijden, dat de isolatie eigenlijk best meevalt. Maar je mag dan ook niet veel sneller gaan rijden dan 120. Dus, correct, net zoals de rest eigenlijk. Zeg, in die 1 liter, trekt hij zich een beetje uit de slag? Ja, we zitten nu met 3 volwassenen in een auto, hè, dus wij 2 en de cameraman. En we zitten in een stadsomgeving, 100 pk is meer dan genoeg, die 3-cilinder heeft geen enkele moeite om ons vlot te houden. Alleen stel ik me wel de vraag wat dat gaat geven als je met effectief 7 personen in een auto zit, met een dakkoffer erop, die mag dan tot 80 kilo dragen, en dan op vakantie vertrekken, over snelwegen, dan stel ik me toch wel wat. Dan weet ik niet of het genoeg gaat zijn. Moet je hopen op wind mee. Dan moet je hopen op wind mee en zeker geen wind tegen. Pas op, de auto weegt aan zich maar 1300 kilo, dus het is niet dat er zoveel gewicht voor te trekken valt. Maar een 1 liter 3-cilinder met dan zoveel bagage en zoveel, dat denk ik dat iets te limiet gaat zijn. Ja. Zeg, en hoe zit het qua verbruik? Ja, dat hangt er dan natuurlijk vanaf op wat je rijdt. Hè. LPG, dan verbruik je sowieso wel iets meer. De energieefficiëntie van LPG ligt nu eenmaal lager dan die van benzine. Dus dan zitten we toch rond 8,8, 9 liter LPG. Bij de TC die we getest hebben in de tuigtest, zaten we met een gemiddeld verbruik van 7,4. Het ligt er maar aan waarop je rijdt. Maar ik zou zeggen, voor dit soort auto en deze gabarit, dat eigenlijk correct is. Het is ook zo, dat geldt voor alles, maar in deze nog veel harder dan voor alle andere motoren en auto's. Hoe meer je erop let, hoe zuiniger je rijdt, want het minimumverbruik bij de test, bij onze TCE, was 5,6 liter. Dus dat is echt wel zeer goed. Dus hoeveel kost dat nu eigenlijk? Je ziet welke motor dat je bestelt natuurlijk. Dus de EcoG, dat is de motor op LPG, is de goedkoopste. Dat is meestal de instapmotor. Als je die zou nemen in jogger met 5 zitplekken, dan betaal je €15.790 vandaag. In de basisuitvoering. Ja, en dan moet je zelf eruit opendraaien. Zijn er veel dingen die je gewoon zelfs niet kan doen. Bijvoorbeeld het sturen in de diepte bestellen gaat niet. Je bestuurdersstoel hoger lager zetten gaat niet. Okay. Geen airco. Dan heb je dus echt basic. En eigenlijk te vermijden. Want €15.000 is toch ook een investering, dus die zou ik dan sowieso laten vallen en sowieso €1.800 opleggen voor de comfortversie zoals die hier staat. Ja. En als je dan zegt, ik moet absoluut geen LPG hebben, want ik wil wel eens in onze parking parkeren, bijvoorbeeld. Of een video opnemen. Dan kan je gaan voor de TCE, dat is de motor die wij hebben getest in onze gedetailleerde, of in onze detailtest. En dan zit je iets hoger dan dat je dan €1.000 nog eens extra betaalt voor die upgrade. En wil je 7 zetels, dan betaal je sowieso nog eens €900 extra voor de stoelen achteraan. Dat is trouwens een keuze die je van meet af aan moet maken, want je kan een 5-zitter niet meer omtunen naar een 7-zitter, omdat je de gordelpunten achteraan niet meekrijgt. Dus dat is een beslissing die je van in het begin moet maken. Ja. Dus alles bij elkaar opgeteld, wordt het dan toch ook wel gauw een stukje duurder. Hè? Wel, ik heb gisteren de berekening is gemaakt. Dus als je de TCE zou nemen met de 110 pk, in zijn extreem topuitvoering, met alle opties die er nog zijn, samen, dan zit je aan €21.700. Ja, oké. Okay. En al een stuk meer dan een Sandero. Ja, maar
als we gaan kijken naar wat zijn rechtstreekse concurrenten zijn, dan denk ik bijvoorbeeld aan een C4 Space Tour, maar ja, die stopt met productie. De Scenic bestaat ook niet meer, die is ook gestopt in productie. Dus de enige die dan in dat formaat nog bestaat, is eigenlijk Peugeot 5008. Ja, dus je bedoelt betaalbare zevenzitters. Ja, of gewoon zevenzitters. Ja. Laat het betaalbaar maar vallen. Ja, 5008 aan 21.000 euro, ja, vergeet het. Hè. En dan spreken we nog maar over de basisuitvoering van die 5008. Hè. Terwijl je hier, 21.700, is de topuitvoering. Ja. Alles op en aan. Okay. Dus zouden we het ook kunnen vergelijken met een Citroën Berlingo of zo. Maar die bestaan enkel nog elektrisch. Je hebt die ook in zevenzitters. Ja. Een Caddy Maxi of een Toyota, Pro E-City, ja, die zijn ook allemaal veel duurder. Dus als je dat gaat bekijken voor 7 zitplaatsen, ja, is dat inderdaad spotgoedkoop. Mm-hmm. Bovendien, door het feit dat het 1 litertjes zijn, betaal je ook amper taxen. Ah, ja, lage taxen, verzekeringen enzovoort. En als je er een beetje op let, zoals daarnet gezegd, is ook het verbruik zeer laag. Dus het enige natuurlijk waar je rekening mee moet houden, is dat als automatische airco al een grote luxe is, ja, dan weet je dat je van bling bling hier niet veel moet verwachten. Ja, oké, okay. Dat hoeft niet. Ja. Dat hoeft niet. Goed, Steven. De Jogger, wat vinden we er nu eigenlijk van? Maak niet graag reclame, maar in deze kan ik eigenlijk niet anders, want ik kan hem niet beter omschrijven als de koolruitauto. Omdat je krijgt de A-producten van Renault, maar ontdaan van al hun franjes. Wat eigenlijk concreet betekent dat ultieme luxe hoef je hier niet te zoeken. Overdonderende rijdynamiek evenmin. Maar zuiver waar voor je geld als je op zoek bent naar een zeer betaalbare en praktische familiewagen, dan denk ik dat je eigenlijk nergens beter bediend bent dan nu bij Dacia met deze Jogger. Bedankt Steven voor de uitgebreide info en bedankt jullie voor het kijken. Meer video's vind je op ons YouTube-kanaal.